1994. De VVD boekt een van de grootste verkiezingsoverwinningen uit de geschiedenis van de partij. Een zege die de liberalen in één klap terugbrengt in het centrum van de macht. Het is allemaal te danken aan deze man, Frits Bolkestein. Een mythe ontstaat. In de jaren 70 liet hij een veelbelovende carrière bij multinational Shell achter zich, in ruil voor een ogenschijnlijk onzeker bestaan in de Haagse politiek. 20 jaar later is hij de onomstreden leider van een volkspartij en longt het premierschap. Hier in deze straat in Amsterdam wordt hij op 4 april 1933 geboren, Frits Bolkestein. De zoon van Nico Bolkestein, president van het gerechtshof in diezelfde stad. De jonge Frits is een hoogvlieger. Samen met zijn vrienden Erik van Brugge en Thijs Ornstein bezoekt Frits het Barlaeus Gymnasium in de hoofdstad. Een deftige school met veel tradities. Ik noem Frits Bolkestein eigenlijk altijd Fritsje. Waarom? Wij noemden hem Fritsje, omdat zijn moeder hem zo noemde als 12-jarig jongetje. Ik kwam ook bij hem thuis en dan werd hij Fritsje genoemd en ik werd Thijsje genoemd. En die, uit een soort gewoontes, is die naamgeving is altijd zo gebleven. Vlak na de oorlog komt Thijs Ornstein voor het eerst over de vloer bij de familie Bolkestein, hier in de Johannes Verhulststraat. Vooral de moeder van Frits blijkt een belangrijke rol te spelen in diens leven. Ze bemoeit zich tot in de kleinste details met zijn opvoeding. Niets wordt aan toeval overgelaten. Bijvoorbeeld Frits moeder selecteerde vriendjes voor Frits. Dat waren deels kinderen met wie hij vroeger op de lagere school gezeten had. Maar ook nieuwe, zoals bijvoorbeeld Erik van Bruggen en ikzelf. Welke criteria hanteerde zij? Ik denk dat ze keek naar kinderen van eenzelfde soort achtergrond van huis uit. Op het Barlaeus Gymnasium had je natuurlijk kinderen van velerlei pluimage, maar dat ze toch de pautjes uit die pluimage voor Frits bestemden. Twee van die pautjes zijn Thijs Ornstein en Erik van Brugge. Ze voelen zich thuis in de buurt van Frits en zijn moeder. Van Frits' vader merken ze nauwelijks iets. Rechter Nico Bolkestein leeft op zichzelf. Het liefst zondert hij zich af in de bibliotheek van het huis en bemoeit hij zich niet of nauwelijks met zijn zoon Frits. Hoe zou u de relatie tussen Frits Bolkestein en zijn vader willen typeren? Ik denk dat hij heel afstandelijk is, om niet te zeggen een beetje koud. Je moet het allemaal zien in de tijd waarover we nu praten. Maar zoals ik het waargenomen heb, ging er van hem niet erg veel warmte uit. En niet een charismatische vader die ontzettend veel optrok met zijn kinderen. Hij zal Frits ongetwijfeld intellectueel op alle manieren begeleid hebben. Maar ik denk dat het daarbij gebleven is. Op het Barlaeus Gymnasium legt Frits Bolkestein de fundamenten voor zijn latere leven. Een leven vol verborgen ambities, zo vertrouwt hij Thijs Ornstein toe op 12-jarige leeftijd tijdens een kampeervakantie in Heilo. Ik zou het absoluut niet meer weten waarover we spraken. Het is 50 jaar geleden, dat soort details ben ik vergeten. Maar wel één ding, dat is toch een pregnant detail. Herinner ik me dat Frits toen zei dat hij later ook in de politiek wilde, net als zijn grootvader. En zoals je weet was Frits grootvader was minister in het kabinet, het oorlogskabinet in ballingschap in Londen, minister van Onderwijs. Verraste u dat? Nou, ik nam dat voor zoete koek aan. Het verraste me niet zozeer, maar ik vond het wel toch wel grappig dat iemand minister wilde worden of in de politiek wilde gaan. Frits Bolkestein verlaat het Barlaeus Gymnasium in 1951 met een alfa- en een beta-diploma op zak. Hij heeft verkering met Femke Boersma, die dan 2 klassen lager zit. En hij schrijft zich in voor een studie wiskunde aan de gemeenteuniversiteit van Amsterdam. En dan neemt het leven van Frits Bolkestein een onverwachte wending. Op een gegeven ogenblik kon hij in Amerika gaan studeren voor een periode van 2 jaar. Hij heeft een beurs gekregen
En zonder dat hij iemand gedag zei, iemand daarvan op de hoogte stelde, heeft hij zich op de boot ingescheept en is vertrokken. Zijn vrienden niet, zijn omgeving op de universiteit niet. En zelfs zijn toenmalige vriendin Femke Boersma, zijn huidige tweede vrouw. Niemand heeft hij daarover geïnformeerd. Frits Bolkestein vaart met de Veendam naar Amerika om te gaan studeren in het provincieplaatsje Corvallis in de staat Oregon. Net als op het Barlees haalt hij er hoge cijfers. En hij wordt lid van de Cosmopolitan Club, een internationaal studentengezelschap. Maar het avontuur zal niet lang duren. Na een jaar komt hij in financiële problemen. En na 2 jaar is zijn verblijf in Corvallis voorbij. Frits kwam na twee Amerikaanse studentenjaren kwam hij aan in het Amsterdam Studentenkoor. En daar had ik de eer of twijfelachtige eer hem te ontgroenen. Ik vond dat niet zo leuk, want hij was een zeer goed schoolvriendje. En om die te gaan feurten, dus dat heb ik enigszins vermeden. Ik heb hem in tegendeel een beetje geholpen om die vervelende tijd goed door te komen. Hij is er een beetje doorheen gezwijnd. Nou, dat kan ik niet zeggen. Nee, eigenlijk in tegendeel. Want er is hem een hersenschudding geslagen door een zekere Adriaan. Een vrij ruwe bolster, geoloog, net als ik. Daardoor is Frits halverwege de groentijd heeft hij moeten afhaken. Frits Bolkestein komt die groentijd uiteindelijk toch door. Hij wordt door Thijs Ornstein zelfs gevraagd voor het bestuur van het Amsterdams Studentenkoor. Terwijl iedereen ervan uitgaat dat in alle vacatures is voorzien, stelt Bolkestein zich op verzoek van zijn vriend tegenkandidaat. Het feit dat er een tegenkandidaat werd gesteld tegen een door cooptatie voorgestelde senaat was in die tijd een absolute coup. Ik weet niet hoe het later is, maar het was bij mijn weten nog nooit of in jaren niet voorgekomen. Het was een coup die geslaagd is. Wilde Frits Bolkestein eraan meedoen? Ik heb Frits gevraagd. Frits, ik wil je eens tegenkandidaat stellen voor een functie in de Senaat van het Koor. Wil je dat? Ik zei ja, nee, graag. Maar dan moet jij het wel organiseren, Thijsje, zei hij. De euforie is van korte duur. Voor de tweede keer in zijn leven komt Frits Bolkestein tot een ommezwaai. Hij krijgt een beter aanbod. Hij kan voorzitter worden van de Algemene Studentenvereniging Amsterdam, de ASFA. Een functie die beter past bij zijn politieke ambities. Hij zei altijd, ik wil de politiek in, met zoveel woorden. Sommige mensen zijn er wat onduidelijk over, maar Frits zei altijd, ik wil de politiek in. Maar niet nu, want hij zat altijd in geldnood. Hij zei, ik heb geen geld van huis uit. En ik heb geen zin om de politiek in te gaan en dan dankbaar te kunnen zijn voor een reisdeclaratie die vergoed wordt of presentiegeld of een of ander miserig salaris. Ik wil een beetje armslag hebben, anders heb ik er geen zin in. Dus ik ga eerst 20 jaar geld verdienen en dan ga ik de politiek in. En dat namen wij eerlijk gezegd niet helemaal serieus, want we dachten als hij helemaal het geld verdienen is, dan gaat hij daar natuurlijk rustig mee door. En zei hij nog aan wat voor soort politiek hij dacht? Nou, in die tijd kan ik me niet voorstellen dat hij iets anders gedacht kan hebben dan een politieke loopbaan in het kader van de Partij van de Arbeid. Dat kan ik me in die tijd. Maar u wou zeggen, wat voor soort functie? Oh, minister-president. Oh, zonder enige twijfel. In 1959 studeert de dan 26-jarige Frits Bolkestein af als doctorandus in de filosofie. De jonge academicus solliciteert bij multinational Shell. Hij wil weg uit Nederland. Voor de tweede keer in zijn leven verdwijnt hij met de Noorderzon. Het was een verrassing dat Frits bij Shell ging werken, ook gezien zijn achtergrond van studie. Maar ik kan het wel verklaren, omdat Shell betaalde goed en hij kon daar in dienst treden en hoefde niet die militaire. Hij kon de militaire dienst vermijden door bij Shell te gaan werken in Oost-Afrika. Bolkestein begint zijn loopbaan in Tanzania. Hij mag er DC-3 vliegtuigen en theeplantages van olie voorzien en doet dat vol overgave.
In de eerste jaren dat hij in Afrika was, denk ik dat hij zich heel wel thuis gevoeld heeft. Dan was hij vrijwel op zijn eentje. Daar had hij geen bazen voor die moest werken. Hij was daar min of meer een onafhankelijke olieverkoper, zoals hij dat zegt. Hij kroste door het land, verkocht olie. Ja, en hij voelde zich daar heel senang in. Na Tanzania zullen nog vele landen volgen. Honduras, El Salvador en Groot-Brittannië. Waar hij ook komt, de Shell-bazen zijn tevreden over de resultaten van de jonge Frits Bolkestein. Gevolg, Bolkestein kan het binnen de multinational ver gaan schoppen. Maar eerst moet hij laten zien wat hij echt waard is. Het is tijd voor een test. Bolkestein mag naar Indonesië om daar hoofd van het Shell-kantoor in Jakarta te worden. Of beter, algemeen vertegenwoordiger van de koninklijke Shell in Indonesië. Zij vond het vanuit privéomstandigheden erg fijn om naar Indonesië te gaan, omdat zijn moeder dus banden met Indonesië had. En hij had zich altijd als voorgenomen om naar Indonesië te gaan. En dit was voor hem natuurlijk een prachtige gelegenheid. Het was een harte wens van hem. Het was een harte wens van hem, ja. Samen met zijn vrouw, de Schotse Angusina Henderson Cooper, en zijn kinderen Nico, Kate en Floris, arriveert Frits Bolkestein in 1970 in Indonesië. De lokale Shell-medewerkers maken geheel volgens traditie in Jakarta hun opwachting voor de nieuwe baas uit Holland. Een van hen is Shell-boekhouder Dharma Jaya. Zoals gebruikelijk, wanneer er iemand aankomt hier, dan worden alle senior managers uitgenodigd en we maken kennis met Frits en zijn vrouw. Wat was uw indruk van hem op het eerste gezicht? Mijn indruk was, hij is een jonge man. Dus mijn indruk was, hij moet een high flyer zijn. Want anders zou hij dit baan nooit krijgen. Dus hij moet een bijzondere iemand zijn. Bolkestein begint voortvarend. Zo is hij nauw betrokken bij de oprichting van een Nederlandse school. Hij leert binnen enkele maanden de Indonesische taal Bahasa. En, zo blijkt al snel, van gezelligheid houdt hij niet. Dat ondervindt ook het hoofd van de school, Robert Kools. Nee, het was geen gezellige man. Nee, en om een voorbeeld te geven. Vanuit zijn functie als Shell moest hij natuurlijk ook verschillende parties geven. En dat werd met Indonesische muziek begeleid. En die Indonesische muziek is best leuk om te horen, maar een hele avond dat gepingel, dat kan wel eens een klein beetje vervelend worden. Er werd ook snel een einde aan gemaakt op zo'n party, omdat de heer Bolkestein om 10 uur iedereen een hand ging geven. En zei welterusten en tot ziens. En dat betekende weg zijn. Bolkesteins kinderen beleven intussen een cultuurschok. Ze zijn in Afrika en Zuid-Amerika Engelstalig opgevoed. En op de Nederlandse school in Jakarta hebben ze moeite met de taal. En ook hun gedrag baart Bolkestein zorgen. Op een gegeven moment komt hij bij me en zegt, God, hoe gaat het met mijn kinderen? Ik zeg, dan gaat die goed. Hij zegt, nee, want ik heb ook een vraag. Ik heb gestudeerd filosofie, ik heb rechten gestudeerd. En ik heb nog een paar dingen gedaan, maar pedagogiek niet. Dat heb jij gedaan. Jij moet mij vertellen waarom mijn kinderen bij mij thuis gisteren alle gordijnen naar beneden hebben gehaald en alle olielampen hebben omgegooid toen ik met mijn vrouw in Singapore zat. Ik zeg, dat is heel makkelijk. Hij keek me verbaasd aan en zei, wat is er aan de hand dan? Ik zeg, zitten ze wel eens op je rug? Nou, het typische antwoord van Bolkestein is, wat moeten ze op mijn rug doen? Dat heeft geen reden. Ik zeg, ga met ze naar het aquarium. Hij zegt, er is hier helemaal geen aquarium. Ik zeg, dan maak je een aquarium. Maar ga iets doen met ze. Hier op het Shell-kantoor in Jakarta gaat het niet veel beter. Frits Bolkestein heeft grote moeite met de flegmatieke instelling van zijn Indonesische zakenpartners. En de Indonesiërs op hun beurt voelen zich al snel onbegrepen door hun Nederlandse baas. Hij is niet zo flexibel. Ja. Wat bedoeld wordt met flexibel, kan ik natuurlijk niet zomaar uitleggen. Want dat is moeilijk om... Maar is dat belangrijk in Indonesië om flexibel te zijn? Ik dacht van wel. Ik dacht van wel. Kunt u dat uitleggen? Ja, omdat ik heb geleerd dat
Niet alleen maar met jouw kennis kan je ver brengen hier. Ja? Met relaties en goede samenwerking kan je soms meer bereiken dan strikt to the principles. Dat heb ik wel opgemerkt hier. En ik dacht dat dit een houding is van de meeste Aziatische landen. In 1971, tijdens het bezoek van koningin Juliana aan Jakarta, blijkt waar de strikte houding van Frits Bolkestein zo al toe kan leiden. Vlak nadat Juliana op het vliegveld van Jakarta landt, staat een bezoek aan de Nederlandse gemeenschap op het programma. De algemeen vertegenwoordiger van de koninklijke Shell is daarbij ook uitgenodigd. Hij was, dacht ik in die tijd, niet koningsgezind. Hij was meer republikein. En ze hebben hem ook uit een ander land moeten halen. Ik dacht India was. Waar hij vanwege zijn filosofische achtergrond waarschijnlijk zat te mediteren. Om bij de koningin aanwezig te zijn. Frits Bolkestein is uiteindelijk net op tijd terug voor het bezoek van koningin Juliana aan de Nederlandse school. Hij is aanwezig, maar daar is ook alles mee gezegd. Er werd gezegd, meneer Kools, u bent hoofd van de school. Ik geef de koningin een hand als ze uit de auto komt. Ik stel u voor aan haar en u regelt dat maar. En ik heb een uur met de koningin rondgelopen waarbij vragen werden gesteld die ik niet altijd meteen kon beantwoorden, omdat achter mij iemand liep van de Indonesische regering die in Nederlands verstond. Maar hij hield zich helemaal op de achtergrond. Ook Bolkesteins Indonesische zakenpartners van de staatsoliemaatschappij Pertamina hebben moeite met zijn houding. Dat blijkt tijdens de onderhandelingen over de bouw van een nieuwe raffinaderij in Cilacap aan de zuidkust van Midden-Java. Hij is iemand van een principe. Het kan ook wel zijn dat de regering hier, ik bedoel de mensen van Pertamina, beter iemand met iemand gaat onderhandelen die dus flexibel is. Want hij is strikt, zoals ik u zeg. Hij is iemand van principe. En daar houden de Indonesiërs niet altijd van? Ja, in sommige gevallen nee. Het is eind 1973 als de top van het staatsbedrijf Pertamina ingrijpt. Een van de directeuren belt de directie van Shell in Den Haag en vertelt dat Bolkestein niet goed functioneert. Wanneer de Nederlandse ambassadeur in Jakarta, Hugo Scheltema, dit aan Shell in Den Haag bevestigt, valt het doek voor Frits Bolkestein in Indonesië. Hij wordt overgeplaatst naar het hoofdkantoor van Shell in Londen. Ingenieur Sudarno was in 1973 een van de directeuren van Pertamina. In this case, it is indeed what the policy of the Shell management to replace Mr. Bolkestein, because I think as the top management of Shell, they like to see other what other things to be executed at the expected time. And you're sure there has been a signal, also a signal, out of Indonesia? I think from both sides. En wat voor signalen waren dat? Ja, om beter dat hij vervangen wordt door iemand anders. Frits Bolkestein neemt langzaam maar zeker afscheid van Shell. Hij verblijft kort in Londen voordat hij een nieuwe functie krijgt in Parijs. Hij wordt daar directeur van de divisie Shell Chemie die plastic fabriceert. Frankrijk was weer zo'n typische kantoorbaan, noem ik het maar even. Weliswaar op heel hoog niveau, maar waar je toch met anderen moet samenwerken. Samen met je mededirecteur het beleid moet bepalen, met je medewerkers moet communiceren. En ik heb ook de indruk dat in die periode dat hem best wel moeilijk gevallen is. Dus hij is, wat ik ervan begrepen heb, altijd een beetje omstreden geweest. ...17 april 1975.
Frits Bolkestein schrijft zijn oude studievriend Peter van Walsum vanuit Parijs. Van Walsum werkt inmiddels op de ambassade in India, waar hij niet zoveel te doen heeft. Bolkestein neemt zijn vriend in vertrouwen. Hij heeft genoeg van Shell. Hij schreef toen: ik veroorloof mij je te adviseren je uit de buitenlandse dienst terug te trekken. Het is natuurlijk bijzonder leerzaam om een jaar of 15 door de wereld te reizen, maar na een tijd moet men toch overgaan op een serieuzere bezigheid. Dat geldt trouwens ook voor Shell, mutatis mutandis. Ik kan me dan ook niet indenken dat je er anders over denkt, en ik verheug me erop over deze dingen met je te kunnen praten wanneer je weer in Europa bent. Tot begin 76 ben ik nog in Parijs, daarna in Den Haag. En toen heeft hij me dus verteld dat hij definitief wegging bij Shell. Bolkestein verlaat Parijs en keert terug naar Nederland. Een van de eerste die hij bezoekt is zijn vriend, Thijs Ornstein. Hij was, voor ik me herinner, overgeplaatst van Shell Frankrijk naar of Londen of Den Haag. Kwam bij mij op bezoek een keer in 1976 en vertelde toen dat hij definitief besloten had zijn baan bij Shell op te geven en in de politiek te gaan. Hoe reageerde u? En toen herinner me dat ik vroeg, wij zaten in een weiland bij ons huis in Twente, dat ik zei: Frits, heb je dan genoeg verdiend al? Toen moest hij lachen en hij zei ja. Al met al zat ik in een tamelijk moeilijk pakket. Geen baan, geen geld en een onzekere toekomst in een onzeker beroep. De werkelijkheid is genuanceerder. De 43-jarige Frits Bolkestein krijgt in 1976 van Shell een gouden handdruk die ervoor moet zorgen dat de aspirant politicus voorlopig geen geld nodig heeft. Nou, Shell hebben een, laat ik het maar even, een afkoopsom voor hem bepaald. Ik noem het even een afkoopsom, maar uiteindelijk hebben ze dat omgezet in een pensioen dat hij vanaf een bepaalde leeftijd zou krijgen. En zover ik begrepen heb, krijgt hij dat nu ook. Shell steunt de 43-jarige Frits Bolkestein in zijn streven om politicus te worden. En men doet dat niet alleen met een goede pensioenregeling, zo ontdekt het latere VVD-europarlementslid Floris Wijzenbeek, die dan ook probeert om voor de VVD in de Tweede Kamer te komen. Ja, dat werd mij gewaar via een Britse vriend met wie ik gewerkt had voor Europa aan het maken van een campagnefilm, die mij ineens zei van ja, dat hij voor een mooi bedrag een televisietraining gedaan had voor een Nederlander die bij Shell werkte en die ze graag de politiek in wilde helpen. Bolkestein had op kosten van Shell een mediatraining gekregen. Klaarblijkelijk, ja. Ik besloot mij bezig te gaan houden met de politiek, uit onvrede met het toen heersende opinieklimaat en uit ergernis over het kabinet Den Uyl. Vanuit die bezeten wil om echt iets te veranderen aan de fundamenten van onze samenleving. Samen te werken naar die 29 november toe. We hebben een opdracht, we hebben een boodschap, laten we uitvoeren. Frits Bolkestein ergert zich aan de Partij van de Arbeid van Joop Den Uyl. Toch vraagt hij zijn oude studievriend en PvdA-kamerlid Ed van Tijn wat hij moet doen om het meest rechtse kamerlid van de Partij van de Arbeid te worden. Van Tijn antwoordt dat een artikel in het PvdA-blad Socialisme en Democratie een goed begin zou kunnen zijn. Hij schijnt ook inderdaad de Partij van de Arbeid benaderd te hebben en gevraagd te hebben wat zou ik nou moeten doen om hier binnen te komen. Maar wat zegt dat nou over hem? Want... Nou, hij heeft, toen hij jong was, heeft hij altijd op de Partij van de Arbeid gestemd. Bolkestein besluit de wijze raad van Van Tijn op te volgen. Met één klein verschil. Zijn artikel verschijnt niet in Socialisme en Democratie, maar in Vrijheid en Democratie, het huisorgaan van de VVD. Een definitieve keuze voor de partij die dan wordt geleid door Den Uyls politieke opponent Hans Wiegel is gemaakt. Volgens mij moet het geweest zijn in 1976. Toen meldde hij zich dat hij in het bedrijfsleven zat en naar de politiek wilde. Een kandidaat voor de Kamer wilde zijn en hij vroeg of hij eens langs mocht komen. Dus ik vond op zichzelf dat verzoek al heel opmerkelijk. En hij kwam toen langs in de fractievoorzitterskamer.
En hij werd van achter mijn schouder aangekeken door de bronzen kop van Oud, die in die kamer altijd een plaats heeft gehad. En die ik altijd richtte op de bezoekers, zodat zij, wanneer ze op bezoek waren, kritisch door de grote vroegere leider werden aangekeken. De campagne om Kamerlid te worden is begonnen. De eerste horde op weg naar de politieke macht. Maar Bolkestein heeft sterke concurrenten. De jonge VVD'ers Ed Nijpels en Loek Hermans bijvoorbeeld. Het was toch iets heel bijzonders hoor. Al die mensen die in die campagne toen meededen waren al jarenlang actief in de VVD, waren zeer bekend. En hij kwam in één keer zo binnen dwarrelen. Had besloten om bij Shell weg te gaan en zich in Nederlandse politiek te wijden. Had hij ook laten weten. En in één keer meldde hij zich aan en heeft een, ja, zoals sommigen wel zeggen, een beetje Amerikaans-achtige campagne toen gevoerd. Hij vloog over naartoe, ondersteuning bij zich, een vriend van hem, Peter Rauwer daar, die hem geweldig ondersteund heeft de hele campagne. Is overal geweest, al die zaken ook bezocht. En dat was, ja, opzienbarend nieuw in de VVD. Ja. Peter Rauwerda is fractievoorzitter van de VVD in Delft en hij is lobbyist voor grote bedrijven in Den Haag. Met hem bezoekt Bolkestein avond na avond de ene VVD-kamercentrale na de andere. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe we destijds met een hele club van kandidaat-kamerleden eigenlijk door het hele land vertrokken. Daar was Frits Bolkestein een van, maar ook Erika Terpstra, Loek Hermans en Wim van Ekelen. En we hadden toen avond aan avond hadden we presentaties voor onze kamercentrales. En iedere kamercentrale had een nog ingenieuzere manier gevonden om ons te presenteren. Bij de een moest je briefjes uit een mandje trekken. En dan kreeg je een onderwerp zoals bijvoorbeeld betaald voetbal. En dan moest je dan 10 minuten over vol praten. Dus we leerden elkaar in die tijd heel erg goed kennen. Als er een half jaar later op aankomt, valt Frits Bolkestein buiten de boot. Hij eindigt in de middenmoot van de kamerlijst. Een knappe prestatie, maar genoeg voor een zetel in de Tweede Kamerfractie van de VVD lijkt het niet. Bolkestein onderhandelt met het uitgeversconcern Elsevier voor een topfunctie. Maar wordt na een aantal gesprekken uiteindelijk afgewezen. Ik weet niet precies op welke plaats hij op die kandidatenlijst is gekomen. Ergens in de 30. Hè? Dus het lag ook niet voor de hand dat hij meteen in de Kamer zou komen. Maar hij kwam er toen wel in. Omdat onze partij ging meeregeren. Het was in de tijd dat iedereen dacht dat het tweede kabinet Den Uyl, dat er zou komen. Er waren slechts enkele in het land die dachten dat er wat anders zou gebeuren. En er gebeurde ook wat anders. En toen schoven er natuurlijk nogal wat lieden vanuit de Kamer het kabinet in. En toen kwam hij de Kamer in. Dus het is toch de toevalstreffer ook geweest als gevolg van het feit dat de VVD weer ging meeregeren. Het nieuwe Kamerlid komt de jaren daarna zelden uit de anonimiteit. Slechts af en toe neemt hij een voorschot op de toekomst. Wij staan los van het kabinet, wij zijn geen klak. Wij hebben onze eigen opinie, die brengen we naar voren. De geschilpunten die vegen wij niet onder het tapijt. Ik heb zelf vanmiddag gesproken over het beleid van het kabinet in zaken Zuid-Afrika, waar ik dan over van mening verschil. Maar aan de andere kant heeft het ook weer geen zin om die punten waarover men van mening verschilt met de minister, om die buiten proporties op te blazen. Vier jaar later, 1982. De verkiezingen leveren de VVD de grootste overwinning uit haar geschiedenis op. Onder aanvoering van Ed Nijpels stijgt de partij naar 36 zetels. Het heeft grote gevolgen voor de carrière van Kamerlid Frits Bolkestein. Hij treedt toe tot het kabinet Lubbers en wordt staatssecretaris van Buitenlandse Handel. In het buitenland mag hij zichzelf minister noemen. De nieuwe bewindsman gedraagt zich daarbij vanaf de allereerste werkdag nogal afstandelijk. Klaas de Jong is dan topambtenaar op economische zaken. Hij heeft in die periode zich altijd heel formeel opgesteld. Ik denk dat voor hem een soort schild was wat hem hielp om de dingen te doen zoals hij ze wilde doen. Dat hij zich niet onnodig kwetsbaar wilde maken. En hij beschouwde dat als een hulpstuk. Zo heb ik dat later terug gezien. Als een hulpstuk om die kwetsbaarheid te voorkomen en daarmee zijn functioneren te verbeteren. Beschrijft u die kwetsbaarheid eens? Ja, ik denk dat hij, als het gaat om professioneel gedrag,
een bedreiging zag bij te veel informele contacten of te veel informele gespreksonderwerpen. Hij had het liever over de zaak. Hij heeft ook wel eens gezegd, geloof ik, dat hij als een oester is. Hè? Dat hij op elk moment dat hij wil de schaal dicht kan klappen en dan kan niemand erin. Een lastige eigenschap voor een staatssecretaris die de hele wereld overvliegt om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven te vertegenwoordigen. Bij zijn aantreden laat Frits Bolkestein nog door het personeelsblad van EZ optekenen. De taal van het zakenleven is mijn taal. Ik voel me daarin thuis. Maar al snel komen de eerste klachten over de staatssecretaris binnen bij de werkgeversorganisatie VNO. Bolkestein is niet sociaal genoeg, zo laten bedrijven weten. En bij het VNO neemt men die klachten serieus. Zozeer zelfs dat contact wordt gezocht met de invloedrijke VVD-fractievoorzitter van de Eerste Kamer, Guus Zoutendijk. Een heel duidelijk signaal was dat men toch niet erg tevreden was met de wijze waarop hij met buitenlands, als ze in het buitenland waren, dus met een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven, hoe hij daar functioneerde. Hij isoleerde zich nogal van de overige deelnemers. Zat liever op zijn kamer een boek te lezen, naar ik aanneem, dan dat hij bijvoorbeeld aan de bar een borrel met ze ging drinken. Dat zegt overigens niets over zijn functioneren binnenkamers bij collega bewindslieden. Daar kan je vaak de beste zaken doen. Zeker in die landen waar de staat nog een grote invloed heeft op waar de orders heen gaan. Maar dat bereikte mij toen wel degelijk ook signalen, onder andere uit VNO-kring, van kan dat nou niet wat anders, want daar wordt over gesproken. En ja, men heeft eigenlijk niet het idee dat hij deze staatssecretaris bij ons hoort. Verontrustte u dat? Dat verontrustte mij wel enigszins, want ja, dat is natuurlijk geen goed signaal. Ja, als je hem heel kort zou willen karakteriseren, en dan ben ik me van bewust dat je dan heel zwart-witte typering geeft, dan is hij toch een beetje een aso. Omdat hij in zijn gedrag naar buiten, in gedrag naar andere mensen, ja, zich af en toe toch asociaal gedraagt. Kan hij bot zijn? Ja, hij kan zeker bot zijn. Kunt u een voorbeeld geven? Nou, een voorbeeld is dat wij meegemaakt hebben dat mensen inderdaad hem een hand willen geven en dat hij de uitgestoken hand gewoon laat zitten en min of meer in zijn krant blijft kijken. Hè, dat zou ik toch niet zo gauw doen. Met ambtenaren van economische zaken in zijn kielzog reist Frits Bolkestein in de jaren tussen 1982 en 1986 als minister van Buitenlandse Handel de hele wereld rond. De hele wereld. Op één land na. Het viel ons op dat er één land was waar hij niet graag naartoe ging. Dat was Indonesië. Telkens als zijn ambtenaren voorstellen een handelsmissie aan Indonesië te brengen, reageert Frits Bolkestein afwijzend. Ik heb het gevoel dat hij tijdens zijn verblijf in Indonesië voor Shell daar een ervaring heeft gehad waar hij minder goede herinnering aan heeft, waar hij minder trots op is. En dat hij bij nader inzien om die reden niet zo zich goed uitgerust voelde om daar nou in deze nieuwe functie weer naartoe te gaan. Als staatssecretaris bemoeit Frits Bolkestein zich lange tijd niet met partijpolitiek. Maar dat wordt anders als het CDA van Ruud Lubbers niet nalaat de coalitiepartner VVD te kleineren. Bovendien volgt er een stroom affaires met als dieptepunt 2 medewerkers van de VVD naakt in de Playboy. Velen zien het falende leiderschap van Ed Nijpels als oorzaak van alle problemen. En een paleisrevolutie is nog maar een kwestie van tijd. Frits Bolkestein wordt, zonder dat Ed Nijpels dat weet, de ongekroonde koning van de opstand. Ik denk dat ik een goede verhouding had met Frits Bolkestein. Ik sprak ook regelmatig met hem. Als fractievoorzitter had je toch regelmatig overleg, ook met de individuele bewindslieden. Die ging wel eens lunchen met bewindslieden. Dus ook wel eens met Frits Bolkestein. En liet hij tijdens dat soort bijeenkomsten met u wel eens doorschemeren dat hij niet zo tevreden was over uw functioneren? Nou, niet. Nee. Ik heb nooit echt kunnen merken dat hij buitengewoon ontevreden was over mijn optreden. In werkelijkheid ergert Frits Bolkestein zich flink aan het gebrek aan politiek inzicht van de jonge fractieleider. En ook persoonlijk ziet Bolkestein niet veel in Ed Nijpels.
David Lutijn is op dat moment lid van de Eerste Kamer van de VVD. Kon hij overweg met Ed Nijpels? Ik denk dat het een bekend gegeven is dat die twee elkaar niet goed lagen. In mei 1986 zijn er verkiezingen en komt het politieke einde van Ed Nijpels in zicht. De VVD zakt terug naar 27 zetels. Onmiddellijk na de verkiezingsuitslag komt de VVD-top bijeen hier in Bunnik. Aanwezig zijn onder andere partijvoorzitter Jan Kamminga en Kamerlid Loek Hermans. In een achterafzaaltje vallen harde woorden. Ik was op zichzelf verrast dat ik op de avond van de verkiezingsuitslag, geloof dat het een Zeist ergens was, dat ik daar te horen kreeg van Jan Kamminga: morgen gaan er grote problemen komen in de fractie, want waarschijnlijk gaat Frits Bolkestein daar vragen of stellen dat Ed Nijpels weg moet. Dat was voor mij totaal nieuw. Frits Bolkestein heeft in stilte gewerkt aan zijn aanval op Nijpels. Een aantal fractieleden is door hem geïnformeerd, maar Nijpels zelf realiseert zich nog steeds niet wat hem te wachten staat. Prominente VVD'ers houden het hard vast. Ik heb toen opgebeld vlak voordat hij het zou doen. En zei: Frits, waarom ga je dat nou doen? Maar dat heeft dus niet tot succes geleid. Wat zei hij? Waarom? Ja, dat hij vond dat dat nodig was. Dat het zou gebeuren en dat hij niet overtuigd was door mijn argumenten. De dag na de desastreuze verkiezingsuitslag komt de Tweede Kamerfractie in het Kamergebouw bijeen. En Ed Nijpels weet nog steeds niet goed wat hem te wachten staat. Frits Bolkestein neemt al snel het woord. En gedurende 40 minuten kan niemand hem dat ontnemen. Ik heb wel begrepen van anderen dat het een vrij lang requisitoor is geweest. Zou ik dat ook hebben gedaan? Weet ik niet. Nou, ik denk dat ik het zo zou hebben gedaan als ik echt zou vinden van: god, dit is niet goed. Het is echt, moet echt wat gebeuren. Dat ik zelf zo'n gesprek met iemand zou hebben gehad. Eerst maar zonder vier ogen. En zeggen: Ed, dit kan toch niet langer zo. U vond het niet zoals heren dat met elkaar dienen op te lossen? Nou, ik hecht er altijd aan. Kijk, als je mensen onprettige mededelingen moet doen, of vindt dat je dat moet doen, dan moet je dat doen vis-à-vis. Wat zei hij dan precies over u? Ja, een heleboel dingen. Dat ga ik niet allemaal aan uw neus hangen. In ieder geval heeft hij een aantal positieve opmerkingen gemaakt. Hij heeft ook gezegd waarom hij vond dat er toch veranderingen moesten komen. Overigens vond ik dat zelf ook. Dus dat sloot voor een deel aan bij wat ik zelf ook vond. Hij zei bijvoorbeeld: Ed Nijpels heeft geen mensenkennis. Een aantal van dat soort dingen heeft hij gezegd, ja. Hij is de hatchetman geweest. En hij heeft in de Kamerfractie de kat de bel aangebonden. Ja, u zegt hatchetman, de beul van Ed Nijpels. Ja, dat kun je rustig zeggen. De verhoudingen binnen de VVD-fractie zijn dan danig verstoord. Een aantal leden keurt Bolkesteins optreden af en vindt dat Ed Nijpels door hem onfatsoenlijk is behandeld. Ja, ik geloof dat er in de fractie ook een aantal mensen waren die het veel te hard vonden op deze wijze. En ook te onterecht vonden dat alle kritiek naar de fractievoorzitter toe ging. Maar ja, dat is vaak natuurlijk het probleem waar de fractievoorzitter natuurlijk altijd zit. Dat dan, als het fout gaat, ook alle kritiek die kant op gaat. Ed Nijpels treedt af als partijleider en wordt minister. Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt zijn opvolger gekozen. Frits Bolkestein valt af, want, zo redeneert de fractie, van de beul maak je geen koning. Een compromis is geboren. De onbekende Joris Voorhoeven wordt de nieuwe politiek leider van een beschadigde partij. Ik denk overigens dat we met minimale schade voor de VVD hetzelfde resultaat hadden kunnen bereiken. Met andere woorden, ik denk dat de methode die toegevolgd is, dat die onnodig is geweest. En dat we het resultaat ook op een veel makkelijkere manier hadden kunnen realiseren. Dat sloot overigens ook aan bij wat ik op dat moment ook zelf vond. Want je denkt natuurlijk zelf ook na over 4 jaar leiderschap van zo'n partij. En je komt zelf ook tot bepaalde conclusies. Maar hoe had het dan moeten gaan? Ja, ik denk dat het resultaat hetzelfde was geweest. Ik denk dat als we met elkaar, een aantal mensen met elkaar rond de tafel hadden gezeten, dan was er precies hetzelfde resultaat uitgekomen. Namelijk dat ik richting kabinet zou zijn gegaan. Dat was eigenlijk ook mijn ambitie op dat moment. ...1988. Met de VVD gaat het nog steeds niet goed.
Niet in de fractie, maar ook niet in het kabinet. De VVD-minister van Defensie, Van Ekelen, moet aftreden. In zijn vorige functie als staatssecretaris heeft hij fouten gemaakt bij de productie van een fraudebestendig paspoort. En de VVD moet naastig op zoek naar een opvolger. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje dat Frits Bolkestein de beoogde opvolger was. Maar dat men eerst toch zeker wilde weten of dat goed zou gaan tussen Frits en mij in het kabinet. Omdat men dacht, god, er ligt nog wat akkefietje uit het verleden. Ja, toen is Frits langs geweest en toen heb ik ook gelijk gezegd, ziet hij nog voor me. Frits, wat mij betreft hoeven we daar niet langer dan 2 minuten over te praten. Dat is gebeurd. Jij hebt je rol gespeeld, ik heb mijn rol gespeeld. En ik heb er ook geen keer moeite mee. Dus wat mij betreft ben je van harte welkom. Ik heb voor onze partijvoorzitter opgebeld en gezegd, wat mij betreft zijn er geen belemmeringen. Met het gesprek is de verdeeldheid tussen Nijpels en Bolkestein allerminst opgelost. VVD-bewindslieden in het kabinet, de zogenoemde Nijpelianen, staan nog steeds lijnrecht tegenover de fractie. De nieuwe minister van Defensie wordt een eenling in het CDA-VVD-kabinet. Ik denk dat hij zich heel goed voelde als minister van Defensie, maar dat hij zich politiek, om het zo uit te drukken, niet gelukkig voelde in dat kabinet. Omdat hij het gevoel had dat dat kabinet niet meer echt goed functioneerde toen hij erin kwam. Bovendien ontwikkelt Bolkestein een steeds grotere aversie tegen minister-president Lubbers. De hele VVD-fractie ziet Lubbers trouwens als hoofdschuldige voor de onheuse behandeling van de VVD door het CDA. Lubbers vond die vreselijk. Die kunnen elkaar helemaal niet verdragen, die twee. Heel gek. Waar komt dat door? Dat Lubbers en Bolkestein elkaar niet konden verdragen? Dat weet ik niet. Ik denk dat Lubbers te bollig is, dat Frits daar niet tegen kan. Iemand die alles zo ingewikkeld verpakt. Frits is heel kort direct, hè? Frits Bolkestein. Als student ontsnapte hij aan de dienstplicht. En nu, als minister van Defensie, is hij verantwoordelijk voor vele duizenden dienstplichtigen. Hij werkt daarbij nauw samen met CDA-staatssecretaris Jan van Houwelingen. En die verbaast zich over de nieuwe minister. Er zijn veel recepties bij Defensie. En dat zijn meestal heel gezellige mogelijkheden om met veel mensen te kunnen spreken. In de tijd van Bolkestein was in ieder geval 1 ding ergens duidelijk. Dat als men de minister zocht en men vroeg aan mij, waar zou toch de minister zijn? Zeg ik, nou dan moet je in een van de hoeken van de zaal gaan kijken, want daar is hij dan meestal. Dus zich een beetje onttrekkend aan vormen van gezelligheid. Is hij geïnteresseerd in mensen? Ja en nee. Hij is geïnteresseerd in mensen zoals ze als fenomeen op aarde zijn. Wat ze gedaan hebben, wat ze voortbrengen. Hij is zeker geïnteresseerd in schrijvers. Hij interviewt ook schrijvers. Daar is hij heel erg in geïnteresseerd. Maar in gewone mensen? In gewone mensen wat minder, maar wat ik nog even zeggen wou, maar of hij ook echt geïnteresseerd is in buiten dat zakelijke om, hè, wat er echt in zo iemand in zijn hart omgaat, ja, dat weet ik niet precies, dat twijfel ik wel eens. Op het ministerie van Defensie kunnen de ambtenaren en de generaals maar weinig waardering opbrengen voor de stugge houding van minister Bolkestein. 1 ding is wel duidelijk, dat men veel meer respect had voor een figuur als Van Ekelen en de Ruiter, dan voor iemand als Bolkestein, die daar in ieder geval niet zichtbaar moeite voor deed om die rol als minister op te spelen. Wat deed hij dan? Ik denk dat hij was in ieder geval, bleef hij vooral de politicus, maar dan de VVD-minister. Dat vergat hij nooit. En voor de rest zag hij het een beetje weer terug, misschien zoals bij Shell, het managen van een groot bedrijf als Defensie. Maar een Defensie is meer dan alleen maar een bedrijf. Hè. De cultuur, de echtgenoten, de uniformen, er behoort veel meer bij. En ik denk niet dat dat veel aandacht bij Bolkestein heeft gekregen. Was hij in dat opzicht een goede minister van Defensie? Nee, ik vind niet. Nee. Het is 1989. Een groot deel van de VVD-fractie heeft het vertrouwen in het CDA-VVD-kabinet verloren. En ook de eigen VVD-bewindslieden kunnen weinig goeds meer doen. Het kabinet moet vallen.
Het wachten is alleen op een geloofwaardige aanleiding. Het is op dat moment dat minister Frits Bolkestein zijn politieke vriend Michiel Patijn benoemt tot hoogste ambtenaar op Defensie. Een beslissing waarover hij zelfs met staatssecretaris Van Houwelingen niet heeft overlegd. Ik was daar redelijk boos over. En ik niet alleen, maar nog velen op het departement. Ik heb hem dat ook gezegd. Hij luisterde naar me. Hij heeft ook niet gezegd of ik daar nou gelijk van ingeleid. Hij zegt, ja, ik ruik brandlucht. Het kabinet. Met andere woorden, van ik voel aan dat het kabinet gaat vallen. En ik vond het verstandig om deze benoeming nog veilig te stellen, nog op tijd. Want als ik misschien nog 2 weken wacht, dan lukt het niet meer. En het kabinet viel binnen een paar weken, dus dat had hij goed door. Andere VVD-ministers weten dan nog van niets. Ed Nijpels weet van niets, Nelly Kroes weet van niets. Enkele dagen tevoren vertrekt Ed Nijpels zelfs onwetend van de naderende crisis naar Oost-Berlijn. Op woensdagavond was ik bij de ambassadeur thuis in Oost-Berlijn. En toen kreeg ik een telefoontje van Nelly Kroes met het verhaal dat er opeens groot onrust was uitgebroken rond het reiskostenforfait. Het reiskostenforfait is een fiscale vergoeding voor woon-werkverkeer. Milieuminister Nijpels wil die vergoeding afschaffen en wordt daarbij gesteund door de andere VVD-ministers. Een grote zaak is het niet. Maar voor de VVD-fractie vormt het een perfecte aanleiding om het kabinet naar huis te sturen. In dat kabinet lijkt alleen Frits Bolkestein te weten wat er precies gaat gebeuren. Het vreemde is dat bijvoorbeeld Ed Nijpels zegt van, ik merkte pas in de week van de val van het kabinet dat er iets aan de hand was. Ja. Ik wist van niks. Ja. Ik denk dat Bolkestein in ieder geval daar misschien een betere neus voor had. Misschien ook meer kennis. Dat weet ik niet. Bolkestein stond duidelijk aan de kant van de fractie. Heel duidelijk. Zonder enig misverstand. Ik kon niet eerder weg dan donderdagavond. Dus ik ben op donderdagavond met een klein vliegtuigje teruggegaan naar Nederland. En toen kwam ik s'avonds om 9 of 10 kwam ik aan op het ministerie van Economische Zaken. Waar Rudolf de Korter zat als minister van Economische Zaken. En dan hadden we altijd de bevindsiedoverleg. En tot mijn verbijstering stond daar de halve Nederlandse journalistiek stond daar op de stoepen bij EZ. Ik ben toen via een achteringang ben ik bij EZ naar binnen gekomen. En toen bleek inmiddels dat er een volledige crisissfeer was ontstaan. De leider van de VVD in het kabinet, vicepremier Rudolf de Korte, probeert die avond op het ministerie van Economische Zaken nog te redden wat er te redden valt. Rudolf de Korte heeft daar gewoon een bepaald compromis voor op tafel gelegd. Daar zijn we ook met z'n allen mee akkoord gegaan. En dat hebben we ook binnen het kabinet verdedigd. Dus alle VVD-ministers zaten op dat moment op één lijn? Uiteindelijk zaten we op een bepaald moment zaten we allemaal op één lijn. Dus ook minister Frits Bolkestein schaart zich achter het compromis van de regering. Een kabinetscrisis lijkt daarmee afgewend. Lijkt. Want in de VVD-fractie broeit het. Daar is men nog steeds uit op de val van het kabinet. Fractievoorzitter Joris Voorhoeven eist een spoeddebat. Wij wensen dat debat zo spoedig mogelijk te hebben. Dan denk ik dus aan dinsdagavond of woensdag. Ik zat bij mijn zusje in het ziekenhuis op zaterdagmiddag om 6:30. En ik zet de tv bij haar aan. En toen in het ziekenhuis hoorde ik dat bericht dat het verkeerd dreigde te gaan. En daar waren we denk ik allemaal verbaasd over. Alle VVD-ministers? Ja, ik neem aan alle VVD-ministers. De VVD-fractie heeft het vertrouwen in de eigen bewindslieden verloren. Een crisis lijkt onafwendbaar. De ministers van de partij staan lijnrecht tegenover de eigen Kamerfractie. Dat wil zeggen, bijna alle ministers. Nou, Bolkestein koos heel nadrukkelijk voor, wat dat betreft het isolement, maar voor zijn partij, voor de fractie. Hij koos voor de fractie in plaats van voor het kabinet. Zeker, ja. Kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Ik herinner me de laatste bijeenkomsten vlak voor de kabinetscrisis, waar alle VVD-ministers bij waren en staatssecretarissen, met uitzondering van Bolkestein. Die was dus aan de andere kant van het Binnenhof, in de Kamer. Terwijl minister-president Lubbers in de Tweede Kamer het compromis over het reiskostenforfait verdedigt, bevinden de overige kabinetsleden zich in een zaal vlakbij. Ze volgen het debat via de televisie. En er heerst een groot gevoel van solidariteit tussen de ministers en de staatssecretarissen.
Men ervaart de aanval van de VVD-fractie onder leiding van Joris Voorhoeven en zijn secondant Frank de Grave als een dolksteek. Er was één minister, maar het kabinet was wel in de Kamer. Ja, dat klopt, ja. Wie was dat? Dat was Bolkestein, ja. Bij de VVD'ers in het kabinet is de verbazing groot als ze op het televisiescherm hun collega-minister Bolkestein in het gezelschap van de fractie ontwaren. Was u daar verbaasd over? Ja, want je had niet zitten kijken van zijn we allemaal compleet en ineens, hé, dat is Frits. Ja. Het verbaast u? Nou, je ziet iemand op de televisie die voor hetzelfde geld in dit gezelschap had kunnen zitten. Het kabinet valt. Nou, Joris, dat is stekend gedaan. Nou barst de kritiek los. Ja. De VVD-ministers voelen zich verraden door de eigen mensen uit de fractie. Het conflict dat al jaren sluimerde, komt nu naar buiten. Toen heeft Bolkestein een interview gehouden waarbij wij de precieze tekst niet meer bijstaat. Maar in ieder geval waar wij toen over verbaasd waren. Waarom was u verbaasd? Omdat het net leek alsof de VVD-bewindslieden het niet helemaal met elkaar eens waren geweest. En het heeft toen de wenkbrauwen in ieder geval wel doen fronsen. Dat was ook logisch, want van als bewindslieden hadden in ieder geval een bepaalde lijn getrokken. Waarom fronste u wenkbrauwen? Omdat als je iets met elkaar afspreekt, als je compromis verdedigt, ja, dan moet je ook met elkaar blijven achterstaan. Op het moment dat je als kabinet je daarachter stelt, dan word je geacht daar natuurlijk niet buiten de treffenzaal, zoals het wat populair heet, aan te onttrekken. Dat kan niet. De opstandige VVD-fractie heeft gewonnen. De rol van de zogenoemde bende van Nijpels is uitgespeeld. Nijpels zelf verlaat de landspolitiek en wordt burgemeester in Breda. De achterban van de VVD begrijpt er niets van. Bij de verkiezingen een paar maanden later haalt de partij niet meer dan 22 zetels. Waar stond Frits Bolkestein? Frits Bolkestein stond, denk ik, bij diegenen die zei van we moeten gaan investeren in een nieuwe ontwikkeling en we moeten dus daarvoor de tijd nemen. En dat betekent dus dat er ook op een gegeven moment een aantal nieuwe gezichten in het totaal moeten komen. Weg Joris Voorhoeven, weg Ed Nijpels. Nou, je kunt niet zo zeggen dat Frits Bolkestein onmiddellijk zei weg, die weg, die weg, die. Maar meer in feite nog wel andere gezichten in de leiding hebben. Joris Voorhoeven komt onder druk en er gaat veel langs hem heen. Zeker in de periode tussen de verkiezingen en het aantreden van het nieuwe kabinet. Terwijl Voorhoeven zijn best doet om opnieuw met het CDA tot regeringsdeelname te komen, houdt defensieminister Frits Bolkestein zich in het diepste geheim met heel andere zaken bezig. Tijdens de formatie nodigt hij vice-fractievoorzitter Loek Hermans uit voor een bijeenkomst op zijn ministerie. Was het telefoontje of een rechtstreeks contact in de gang, ik weet niet precies wat het was, dat Frits Bolkestein mij aansprak en zei: God, ik wil eens met je praten over de situatie, politieke situatie. Ja, er gebeurde veel. Was op Defensie, hij was toen minister van Defensie. En volgens mij was het na de verkiezingsuitslag. Zij was demissionair minister, lopende zaken. En zei toen van Defensie vanavond of einde van de middag. Op het ministerie van Defensie zijn dan, behalve Frits Bolkestein, ook de Kamerleden Robin Linschoten en Frank de Grave aanwezig. Wat was het doel van die bijeenkomst? Weet ik niet, ik ben daar nooit bij geweest. Onderwerp van gesprek tijdens de geheime bijeenkomst op het departement van demissionair minister Bolkestein is de vorming van een kabinet tussen VVD en PvdA. Kan toen daar zaten Frank en Robin daar ook. En daar hebben we dus gesproken. Frits zei van nou, er zijn wat gesprekken, mensen zijn aan elkaar aan het praten van ook contacten met Partij van de Arbeid Kamerleden. Van zouden we toch niet eens een keer een poging doen voor Paars? En wat vind je daar eigenlijk van? U was op dat moment vice-fractievoorzitter. Ja. Ja. Als u zegt dat het zo is, dan is het zo. Er staat mij niets meer van bij. Het ging over Paars. Er staat mij niets meer van bij. Wat mij wel bij staat, is dat er verschillende geleden waren. Nagedacht werd over de vraag van, ja, wat moeten we nou in die situatie 1990 op tafel leggen? Ja,
Mijn herinnering is dat in die situatie in 1990 dat allemaal tot niets heeft geleid. Terwijl prominente VVD'ers in het Haagse Hotel des Indes met vooraanstaande PvdA en D66-leden van gedachten wisselen over mogelijke samenwerking in de verre toekomst, is Frits Bolkestein bezig die samenwerking nu al gestalte te geven. Alleen, de politieke leiding van de VVD is niet op de hoogte gesteld. Ik was enigermate verbaasd het feit dat dat überhaupt plaatsvond. Ik had natuurlijk wel gesprekken in de Zijnde Beraad, ook bilateraal, maar ik had de indruk dat er wat meer en wat langer over gesproken was. En waarom was u daar dan zo verbaasd over? Nou, het feit dat die dingen gewoon toch plaatsvonden midden tijdens een formatie. En dat dat verder, dat er toch al wat contacten, ook bilaterale contacten waren. Verder dan wat we met de Zijnde en met andere contacten hadden daarover. Dus van ik denk, ja, moet je daar die Joris over informeren? De vraag kwam natuurlijk ook bij mij op. Was die op de hoogte? Nee, was niet op de hoogte. Joris Voorhoeven, zijn rol is uitgespeeld. Op 25 april 1990 nodigt het hoofdbestuur van de VVD hem uit voor een gesprek op het landgoed Wittenburg in Wassenaar. Boodschap: Voorhoeven moet de eer aan zichzelf houden. Een van de initiatiefnemers is VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, David Lutijn. Wanneer kreeg u nu voor het eerst in de gaten dat Voorhoeven eigenlijk niet de juiste man was voor de VVD? Ja, ik denk dat is altijd een beetje een proces van ups en downs. Hè. Er zijn momenten dat je denkt, het gaat prima. En dan zijn er weer momenten, dat gaat toch moeizaam. Maar wanneer kreeg je voor het eerst in de gaten dat Voorhoeven niet de juiste man was? Ik denk in feite vrij snel na de verkiezingen, waar vervolgens Lubbers 3 tot stand kwam. Over de val van Voorhoeven zegt Bolkestein zelf: ik stond erbij en keek ernaar. De affaire had dus niets met mij te maken. Toch geeft Bolkestein signalen af. Bijvoorbeeld over wat hij werkelijk vindt van Voorhoeven's leiderschap. Het is tijd voor nieuwe gezichten in de leiding van de VVD. Over dat punt praat hij onder andere met David Lutijn. Luisterde u naar Frits Bolkestein? Als Frits Bolkestein op dat soort punten signalen gaf, vond ik dat iemand was die meestal hele verstandige signalen gaf. Dus ik luisterde altijd naar hem, ja. Frits Bolkestein is klaar voor het hoogste ambt in zijn partij. Op Koninginnedag 1990 is het zover. De fractie komt bijeen om zich te buigen over de opvolging van Joris Voorhoeven. Plaats van samenkomst, het Spulderbos in Garderen. Wie was de eerste kandidaat van de fractie? In mijn absolute herinnering, met een hele ruime marge, Frits Bolkestein. In Garderen wordt Frits Bolkestein gekozen tot fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En hij begint voortvarend. Zo stelt hij voor om de traditionele Dixieland-muziek op partijbijeenkomsten maar af te schaffen. Immers, Bolkestein heeft een hekel aan de burgerlijke cultuur van de VVD. Ik denk dat als u zijn vriendenlijst eens zou nagaan en kijken wat de politieke affiliaties van de verschillende mensen zijn, dat u daar veel PvdA-mensen in zou tegenkomen. Is het niet heel knap eigenlijk dat hij als intellectueel erin slaagt om in een burgerlijke partij als de VVD zichzelf op deze wijze te handhaven? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat erg knap. Maar het is wel helemaal typerend voor hem. Hij is altijd iemand die niet thuishoort in de groep waar hij zich in bevindt. Hij zal altijd op de een of andere manier wel een buitenbeentje zijn. ...1991. Frits Bolkestein groeit maar langzaam in zijn rol als oppositieleider. Net als voorgangers Nijpels en Voorhoeven heeft hij het moeilijk met de Friese commissaris van de koningin, Hans Wiegel. De grote VVD-leider uit het verleden heeft nog altijd ambities. Wiegel wilde vooral niet vergeten worden, heel begrijpelijk. En dacht van, ach, ik moet misschien een keertje terug. En Bolkestein had zoiets van, ja, ik moet toch wel even duidelijk maken aan de partij dat ik degene ben die nu vanaf nu degene is die de kar trekt. En zeker de eerste jaren is dat heel keurig gegaan. Hebben ze heel vriendelijke woorden over elkaar gesproken. En Frits Bolkestein dan ook gezegd van, ja, als Wiegel terug wilde, is hij ook van harte welkom. En heeft Wiegel ook, dacht ik, altijd heel erg vriendelijk over Bolkestein gesproken.
De roep om Hans Wiegel wordt binnen de VVD steeds luider. Bolkestein is te elitair, zo is de kritiek van invloedrijke partijleden. Zijn leiderschap komt onder vuur. Bolkestein moet iets doen. Op advies van onder andere partijgenoot Frank de Gave kiest hij voor de voorwaartse verdediging. De partij is niet in verwarring. Er is maar één leider. Het politiek leiderschap van de VVD berust bij mij. Er is geen kwestie dat iemand daaraan twijfelt. En we hebben Hans Wiegel ook niet nodig. Maar we zouden het wel verwelkomen als hij mee zou doen aan de verkiezingen. Want het is en blijft een feit. Hij is de populairste politicus van Nederland. Dus hij zou ook meer stemmen trekken dan Frits Bolkestein? Dus wij zouden blij zijn als hij meedeed aan de verkiezingen. Dan krijgen we waarschijnlijk een beter resultaat. Als iemand tegen mij zegt, ik hoop dat je terugkomt, nou dan ga ik ervan uit dat men dat gewoon meent op inhoudelijke gronden. En dat allerlei tactische en strategische overwegingen, daar hou ik mij nooit zo mee bezig. Ik vond het in die zin, ik persoonlijk vond het een hele verstandige uitspraak. Waarom? Omdat het op dat moment even dat onderwerp neutraliseerde. Zowel bij Voorhoef als bij Nijpels hebben fractievoorzitters van de VVD veel van hun aandacht moeten besteden aan het voortdurend bestrijden van dit beeld. Hè, van de grote ijsmeester uit Friesland die eigenlijk op de achtergrond aan de touwtjes trekt en elk moment terug kan komen. En iemand die zich daar dan tegen verzet. Nou, als Bolkestein zegt, ja, natuurlijk, hartelijk welkom en kan zo terug. Dan is op dat moment even dat onderwerp niet interessant. Bovendien... Want dan moet Wiegel kleur bekennen. Nou ja, precies, dat wil ik me aangeven. Rennen dan dus diezelfde journalisten die dat dus bij Bolkestein het verhaal hebben gehoord vervolgens naar Friesland. En zeggen, meneer Wiegel, Bolkestein heeft het gezegd en komt hij terug? Ja, en dat komt op dat moment even Wiegel niet uit, want ja, het was veel te vroeg. Dus er komen allerlei ontkenningen en onttrekkende bewegingen. En op die wijze neutraliseer je het onderwerp. Geniale zet van Bolkestein. Nou ja, goed, dat vind ik dan weer een zwaar woord. Dat is uw terminologie. Maar ik denk dat het verstandig was om het onderwerp op dat moment daarmee te neutraliseren. De bal te verschuiven naar Wiegel. En tegelijkertijd Frits Bolkestein het tijd te geven om onbelast met deze voortdurende discussie ja, zijn eigen positie te versterken. De opzet van Bolkestein om Wiegel tijdelijk te neutraliseren slaagt. Maar 2 jaar later, in het voorjaar van 1993, komt het onderwerp Wiegel terug. 3 partijbaronnen uit het noorden en oosten reizen af naar het Friese provinciehuis en vragen Hans Wiegel om zich beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Ik heb toen gezegd in dat voorjaar van 93, heren, komt u terug over een half jaar, september, oktober. Dat is een te overziene termijn, ook in het kader van de kandidaatstelling. En ik heb ook tegen ze gezegd, ik ga u natuurlijk niet zeggen, kom terug als ik nu al weet dat ik het niet doe. We gaan niet de mensen voor de mal houden. In zijn Haagse fractiekamer maakt Frits Bolkestein zich zorgen. Hij ziet Hans Wiegel als de laatste grote bedreiging van zijn lijsttrekkerschap. Dus hij was niet blij met het initiatief van de Kamer Centrale Voorzitters? Hij was daar niet blij mee, evenals ik dat ook niet was, nee. Waarom ging het uiteindelijk niet door? Omdat de top van de VVD dus besloot dat Bolkestein lijsttrekker zou moeten worden. Ik denk dat op dat moment het heel helder was dat toch Frits Bolkestein na die periode in een stadium was gekomen dat hij ook voor zichzelf het gevoel had van nou, ik begin lekker in mijn vel te zitten. Ik denk dat ik die job goed kan voortzetten. En dat hij in die zin dus geen behoefte had om een open concurrentie aan te gaan met een ander in de partij. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag van het hoofdbestuur en de 18 VVD-kamercentrales valt het doek voor Hans Wiegel. Niet hij, maar Frits Bolkestein wordt lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994. Wiegel heeft verloren. Het is partijvoorzitter Dian van Leeuwen die hem het slechte nieuws telefonisch meedeelt. Hoe voelde u zich toen? Belabberd. Ja, belabberd. Ik heb er ook best een hele tijd mee rondgelopen. Vooral de manier waarop. Een paar maanden later. Omdat de verhouding tussen Hans Wiegel en Frits Bolkestein er niet beter op is geworden, volgt er een etentje in het Haagse restaurant Le Bistroquet. Wiegel hoopt van Bolkestein te horen waarom hij niet terug mag komen. Maar tot een echt gesprek komt het niet. Ik denk dat ik gewoon had gezegd van, goh, ik wil dat zelf graag worden. En dat deed Frits Bolkestein niet? Dat kwam zo niet aan de orde in dat gesprek.
Maar verder zeg ik over dat gesprek niks. Dan hadden we dat gesprek net zo goed kunnen voeren met de camera erbij, nietwaar? Maar je maakt geen gelukkige indruk. Toen? Over dat gesprek? Nee, natuurlijk niet. Nee, was ik ook niet zo happy mee. Maar dat kwam niet zozeer door het gesprek zelf, maar door de hele voorgeschiedenis. Dus ik heb eigenlijk, als ik terugkijk op alles wat ik in de politiek heb gedaan, was dat eigenlijk voor mij tot nu toe het zakelijk gezien in mijn leven een van de moeilijkste punten. Hans Wiegel is verslagen, maar nog niet uitgeschakeld. Hij is verbolgen over de wijze waarop zijn partijgenoten hem hebben behandeld. En hij is vast besloten om zich daar niet zomaar bij neer te leggen. Voor mij is en blijft het kernpunt, men had het open en eerlijk en recht door zee en van tevoren gewoon moeten we praten. Dan was er geen enkel probleem geweest. Wiegel blijft zich intussen roeren in de actuele politiek en zijn uitspraken komen Bolkestein niet altijd gelegen. Want de verkiezingen van 94 staan voor de deur. Veel succes. Jullie hebben een vergadering vanavond. Daarom kom ik wat vroeg. We hebben een partijcongres op het programma. Dus ik moet naar Papendal. Doe ze de groep. Ik zal dat zeker doen. Ja? Okay. Tot ziens. In die periode krijgt Hans Wiegel een onverwachte uitnodiging voor een etentje. In de ambtswoning van Frank de Grave, dan waarnemend burgemeester van Amsterdam. Bij aankomst blijkt ook VVD-kamerlid Robin Linschoten aanwezig te zijn. Hoe ging dat diner? Plezierig. We hebben lekker gegeten. Wist u waar het gesprek over zou gaan? Nou, ja, dat wist ik wel. Van over mijn toekomstige activiteiten in de VVD, onder andere. En over de stad Amsterdam. Was u van tevoren op de hoogte van dat Robin Linschoten daar ook bij aan? Ja, dat hoorde ik vlak van tevoren, ja. Was u daar verbaasd over? Ja, een beetje wel. Maar ik vond het niet zo erg, want ik vond het best aardig om de twee heren weer eens eventjes te zien. Tijdens het hoofdgerecht brengen Robin Linschoten en Frank de Grave de positie van Hans Wiegel binnen de VVD ter sprake. En ze doen hem een op het oog interessant aanbod. Of wellicht Wiegel geïnteresseerd zou zijn in een rol als fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Ik heb al aangegeven dat in VVD-verhouding een hele belangrijke positie is. Weliswaar wat meer achter de schermen, maar zeer invloedrijk. Frank Riedel is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van. En er zijn verschillende mensen geweest die hebben gezegd van god, het zou toch heel goed zijn als daar wellicht met de heer Wiegel over te spreken zou zijn. Want dan zou dat de inzet van de VVD in de verkiezingen erg kunnen versterken. Nou, en dat is aanleiding geweest voor dat gesprek. Tijdens welke gang kwam de aap uit de mouw? Dat weet ik niet meer. En op welke aap doet u? Doelt u? En werd u een aanbod gedaan? Nee, er werd tegen mij gezegd dat de heren het zou toejuichen dat ik lid van de Eerste Kamer zou worden. Maar ik denk dat u daarop doelt. Er werd wel zo'n beetje bijgezegd, nou, dan moest ik me toch niet zo met politiek bemoeien. Zoiets. Alsof de twee heren daarover gingen. Wat vond u van dat aanbod? Nou, wat ik zo pas zei, alsof de twee heren daarover gingen. Ze gingen daar natuurlijk niet over. Het is altijd zo dat er bepaalde mensen nodig zijn om eenmaal een rol te spelen als een soort van boodschappenjongen om dat verhaal neer te leggen. En dus de rol van Linschoten mij is veel meer geweest dan eentje van de veredelde boodschappenjongen dan dat we nou daar eigenlijk enige rol in hebben gespeeld verder. Frank de Grave en Robin Linschoten als boodschappenjongens. Maar van wie? Niet van het hoofdbestuur. Dat weet niets van het etentje. Dus rijst de vraag, was het Frits Bolkestein zelf die het initiatief nam? Hoogstens is via afgecheckt of Frits Bolkestein geïnteresseerd zou zijn aan een mogelijkheid om te kijken of we dit onderwerp op deze wijze wellicht in het belang van de partij zouden kunnen oplossen. Ik heb reden om aan te nemen dat via diezelfde ingewikkelde lijn een signaal teruggekomen is van nou, het zou op zich heel goed zijn als die Wiegel op een wijze aan de partij zou kunnen worden verbonden die hem de gelegenheid geeft zijn talenten daarvoor in te zetten. En die tegelijkertijd de VVD verlost van toch een beetje altijd dat potentiële probleem van wie is nou werkelijk de baas in de VVD. Ik herinner mij nog wel dat toen wij het pand verlieten, want de heren hadden daarna uiteraard ook nog hun andere werkzaamheden, dat de chauffeur van de lokale burgemeester die ik in de gang tegenkwam tegen mij zei, meneer Wiegel, u hier, fantastisch als u weer terug zou komen naar Den Haag.
Ze kon tegen de lokale burgemeester zeggen: zo, Frank, nu hoor je, dit is van een ander. Het was een mooi slot van dat diner. En hoe reageerde Frank de Graaf erop? Opgewekt en snelde de automobiel in. Ja, in die zin is het allemaal zo menselijk. Je kunt het allemaal uitleggen. Wil iemand die die rol heeft gespeeld, heeft natuurlijk teleurstelling op het moment dat iemand anders de nummer 1 wordt. Dat geldt. Iedereen die heeft meegemaakt, die is gepasseerd voor een promotie, weet dat. Dan heb je een tijd nodig om jezelf dat te accepteren. Volgens tijd nodig voor jezelf om af te vragen van wat ga ik nou verder doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat Wiegel heeft gedacht van nou, ik ga nog eens even kijken of dat bij die verkiezingen wat wordt. Want u weet, maakt die Bolkestein daar wel een zooi van. En dan zullen ze mij alsnog voor die positie benaderen. Maar de verkiezingen van 1994 zijn voor Bolkestein een groot succes. De VVD stijgt van 22 naar 31 zetels. En ook de paarse droom van Bolkestein gaat in vervulling. Maar zelf neemt hij geen plaats in het kabinet. Tijdens een etentje bij zijn vriend Thijs Ornstein in Utrecht legt hij uit waarom. En ik herinner me dat goed. Hij stond in de tuin en achter hem rees de Dom 110 meter hoog achter hem op. Toen zei Frits: nee, minister wil ik niet worden. Ik ben niet zo vergroeid met het plus. Ik wil zeker mijn partij blijven leiden, want in een paars kabinet zullen hoge eisen worden gesteld aan de positie van de politieke partijen. Die moeten goed en strak geleid worden, anders wordt het slecht voor het land. Het is zover. Bolkestein is de machtigste politicus van het land. Het premierschap lonkt in de nabije toekomst. Al is niet iedereen binnen de VVD ervan overtuigd dat hij daarvoor het meest geschikt is. Ik denk dat wij op zijn minst 5 mensen hebben die zo'n rol van premier ook heel goed zouden kunnen vervullen. Niet per se Frits Bolkestein. Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat een partij, de leider die het op dat moment heeft, dat de eerste aangewezen is om premier te worden. Maar ik weet niet of Frits Bolkestein dat zelf überhaupt zou willen. Het is niet duidelijk of hij nou echt het katshuis ambieert, ja dan nee. Hij zei wel niet om in te wonen. Dus we weten het niet, maar we zullen als goede vriendjes het daar toch wel proberen op aan te sturen. Als je nadrukkelijk zegt van de politieke leider is Frits Bolkestein, en dat als hij goede campagne maakt, is hij dat dus, onmiskenbaar, en dat is hij nu dus ook, dan denk ik dat er de afgelopen jaren aangetoond heeft dat een politieke leider in de Kamer, dat dat een hele goede positie is voor de VVD. Heeft de VVD andere goede kandidaten voor het premierschap dan? Ik ben ervan overtuigd dat een partij met 55.000 leden en zoveel aanhang goede kandidaten heeft, ja. Zou u in het torentje willen gaan zitten? Daar ben ik wel eens geweest. Ik heb er ook gezeten. Ik was de laatste minister van Binnenlandse Zaken die in het torentje gezeten heeft. En het heerlijke van het torentje is, je hebt van die moderne kantoorgebouwen, hè, die moderne departementen, kan je het raam niet open doen. Hè. Dat is zo'n techniek dat dat niet kan. Maar het torentje kun je het gewoon het raam openzetten. En dan hoor je de vogeltjes buiten. Dus het is een prachtig torentje. Wat dat betreft zou ik wel eens een tijdje in dat torentje willen wonen. Nou, daar is het een beetje klein voor om er te wonen. Maar het is een heel mooi torentje. Sluit u uit dat u minister-president wordt? Nee, waarom zou ik dat uitsluiten?